Bingo Town! Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe video op deze zondag. Het is Zondag Gamers! En vandaag een hele speciale Zondags Gamers, want toen Bingo Town begon in 2012 was Jordi het allereerste lid. Oh kut, ik moet kuchen, maar Rick het tweede lid. En vandaag de klassieke Bingo Town leden gaan Mario Karten. Je praat echt met consumptie, zag ik zeggen. Ja, ik had dit echt... Van echt honderdduizenden spetters uit gewoon. Zullen we Mario Kart spelen? Nou, dat is een goede vraag. Wat hebben we... Ja, met Mario Kart, dus dat kan helemaal goed komen. Ja, hij zit erin. Oké. Wie wil ik zijn? Wie wil ik zijn? Ja, hey. Ik ben Rosalina, hoor. Fucking Mario Galaxy slash. Zo, wat is dit nou weer? Oh, ik ben... Koopa Troopa, I ain't gonna find it. Koopa Troopa. Ja, precies! Abba, met z'n allen. Koopa Troopa, I ain't gonna... Het is geen Wii U dit. Oh ja, dit heb ik ooit ingesteld. Dus oh, dat heb je dus ingesteld? Ja. Dat is jouw schuld. Ja, met 10 races. Oh man. Oh man. We doen het gewoon. Oh. Bardo naar de top. Met z'n... Je kan niet driften hier. Nee, je wordt automatisch gedaan volgens mij. Ik geloof even naar de eerste plek. Ik heb die SRO's niet aan. Kijk, Bardo. Hoppa, wie staat er op nummer 1? Ik heb dus oprecht geen idee met welke toetsie je moet driften. Ik heb het al zo lang niet. Nee, dat kan niet. Dat wordt automatisch gedaan. Even kijken naar de voorsprong die ik nu al heb, hè. We zijn nog maar net begonnen, jongens. Ik weet het eigenlijk ook nog niet meer, fucking ding. Ik weet het ook niet, maar ik had geluk met mijn item. Ja, dat dus. Je had geluk met je item. Dat is deze hele game. Het is RNG. Abonnee. Ja, flik erop. Kijk, jouw kaart is zo fucking RNG als de best. Echt fucking RNG. Wie gooit er nou wat? Hier, dat bedoel ik. Een blauwschild. Ja. Alles ook al in één keer. Ik ben echt gefocust 12 aan het zijn. Alles gaat mis. Nee, maar dan zou je straks eerst staan op tijd. Dat weet ik. Hij is weg, Beamhoofd! Shit. Mijn leven. Echt hè, Rick gaat één keer Mario Kart buiten surfen gameplay. Ik was ook heel goed op mijn eigen kanaal. Hey, Bardo. Bardo, doe zelf. Ik haat. Oh, wat is het nou, joh? Wow. Ook alleen maar blauwe schilden. Nee, racist, wat ga je doen dan, Rick? Sorry, ik kom omdat ik racistisch ben. Ja. Ik haat, ja. Je bent een feminist, hè. Je bent een feminist. Ja. Wait. Oh, ik ben de eerste. Op hier, derde keer deze race dat ik eerste ben. Knooppuntje. Ja, je moet het ergens weer doen. Hey, ik kan even die wheelies voelen op deze game natuurlijk, hè? Nee, ja, ik heb een motor. Ik wil niet van zeggen, maar ik zit tweede en ik heb 3 rode schilden. Ja, dat Bardo. Al raakt het jou met mijn rode schild, Rick? Nee. Oh, jammer. Ik gooi de rode schild van voren. Ja, oké. Okay. Oh shit, ik wou ook nog die banaan gezet. Ik wil banaan. Shit, Rick, je zit ook gewoon echt banaan. Bananen voort. Zijn gezond. Adam en Eva op de grote Constantinopel. Is een mooie stad. Daar lopen de meisjes in een grote mee. Daar is hij! De Bardo Maestro! Boeia! Ik ben wanneer? Tuurlijk! Ik ben zo keihard geraped op het einde nog. Oh, die Rickert is ook tweede geworden. Ja, en we zijn allemaal zwart. Ik moet even inkomen. Een beetje wat het is, en dat wil ik direct duidelijk maken. Onze excuses voor de afgelopen woensdag video. Waarin Jordi Mario Kart met Yuri en Thomas, want dat zoek nergens op. Rickert en wij zijn de beste hierin. Dat klopt wel, ik Mario Kart ook gewoon echt taal niet. Ik ben echt fan van Super Smash Discord. Klinkt heel erg als jouw probleem. Ja, let je er zelf. Laat gewoon lekker de volgende. Dit level! Ja! Deze is van de DS, dit is toch met die brug? Ja. Ja, oké. Dit is leuk, man! Die brug op het einde. Ja, daar word je zo keihard mee gerekt soms. Dan gaat hij toch open? Of niet? Ja, open. Shit. Ik sta meteen eerst van dikke jullie. Het is echt een brug gewoon, dat hij open gaat en dergelijke. Ik ga fantastisch, ik ga hard. Ik haal van hard, pikkel, hard. Scheurende gitaren, ik haal van hard, ik sta 12. Yeah. Die vuile dikke Donkey Kong ook, hè, op zijn scootertje. Zo, vind ik niet kunnen dit, hè. Dit vind ik heel erg antifeministisch ook gewoon. Wat? Ja. Antifeministisch? Ja, echt. Dat kan ik gewoon niet begrijpen dat je zo doet. Ja, ik begrijp ook nooit waarom Bardo zo doet, maar dat is wel echt. Dat begrijpt niemand. Nee. Zieke jump stunt, jongen! Ja, komt-ie dan weer! Oh, shit, ik zie een blauw schild aankomen.
Dat is matig. Mijn leven. Yo, yo, Rickert, wie haalt je in? En dit is Bardo. Dat is motherfucking Koopa Troopa. Koopa Troopa. Dat gaan we nog een keer. Ja, fuck it. Elke keer als ik eerste word wil ik dat liedje zingen. Oké, dan doen we dat. Ik zing met je mee, ook al haal je me in, weet je. Ja, oh, kut. Ik dacht dat hij daar afslag al was. Nee, inderdaad. Nee. Gelukkig, Bardo, mijn kleine bitch. Ga ik je inhalen over enkele seconden. Nou, ik leg die bananen zo goed mogelijk neer. Je doet je best. Je probeert het. God. Kut, Rick, inderdaad je. Ik haat je echt. God, een groen schild. Welkom bij de club. Ik ben ook gewoon echt. Waarom zien jullie niet klein? Omdat wij geen loser zijn. Waarom ben ik opeens klein? Ik ben een sukkeltje, Jordi. Ik ben opeens klein, echt. Je had het wolkje boven je hoofd. Ja, dus? Ja, dan moet je verkleinen. Wat is dat voor een fucking item? Het item. Nee, niet op het fucking gras. Oh man, wat een hel. Ik stond een derde in de middenkant. Het is ook gras, shit. Wat een foutspel. Wie noem ik een grasneuker? Oh, de final lap moet nog komen, gelukkig. Je moet echt nog even een goed item om Bardo mee te rekken. Ja, ik zit zelf ook. Dit gaat nog wel goed. Ik stel echt een race. Oh, groen schild, groen. In één keer drie groene schilden hier. Ja, gelukkig ben je klein, dat scheelt. Kijk, ik zit redelijk achter je. Als ik heb één schild tegen je aanflikker, dan ben je er geweest. Dit is ook gewoon een redelijke afstand tussen. Is ook gewoon niet te doen, gewoon voor mij. Ik weet het ook allemaal niet hier. Wie staat eerste? Dan heb je nu een probleem. Ik haat mijn leven! Ja, doei Bardo. Oh, blauw schild. Oh. Dag Bardo. Zeg maar doei tegen Janus. En alles wat erin zit. Kom op. Nu plankgas. Ik zie Rickert. Ik zie jou. Oh, I can smell you. Kom op. I can feel you. Nu moeten we ervoor gaan. Geen foutjes. Oh my god. Je hele leven is een fout. Je zit echt bananen. Waarom krijg ik nu... Gooi een banaan naar voren. Kom op. Kom op, rustig. Shit, kinder. En daar gaat de Bardo Maestro. Tweede keer nummer 1 op rij en we doen het. Hij doet het. Waarom doet hij het? Het is zo makkelijk, hè. Boom. Makkelijk. Dan gaan we die blue shit. Kijk dan die Jordi ook met zijn... Het punt is, jullie zitten met die en ik heb ook zo het gevoel, misschien had ik toch naar die moeten gaan, naar die twee controllers. Je bent gewoon helemaal kut in het spel. Het doet ook gewoon pijn aan mijn armen, deed dat zo, echt, oh man. Ja, maar je kan toch slippen in de game? Je kan bij deze niet slippen. Kan ook niet meer bij de Wii U, dat is uitgezet, dat doe je automatisch niet. Maar dat was ik ook wel achter in één keer. Alleen bij de Wii U kan het. Ik zweren dat je in de Wii U is het automatisch gemaakt. Ja, nee, precies. Dat moet je ook zelf hoor. Moet je wel benen drukken. Jawel. Nee, toch? Jawel. Je moet het zelf doen, lul. Oh, dat heb ik nooit gedaan, dan shit. Wat logisch waarom ik zo spreek. Oh, dit level. Vulkaan. Dit is ook echt... Dit is wel een leuk level, dit. Als je van pijn en vernedering houdt... Dan sta ik lekker achteraan. Lekker chill. Ik bedoel, we gaan 4 banen doen, hè? Dan kappen we er Dan kappen we ermee. 4. Dat is een originele Grand Prix. Wat? Is dat... Wat? Waarom zit fucking dood op nummer 1? Godver... Ik word hier echt... Wat een kutspel. Echt, dit gaat het zo... Kijk, dat is de reden waarom ik geen Wii heb gehad van de Nintendo, maar een Wii U. Ze wisten gewoon dat ik dit spel gewoon echt volledig zou haten. Nou, goed ingeschat. Ja. Hoppa. Maar ze wisten, dus Nintendo wist dat jij dit had. Ja, precies. Omdat ik gewoon slechter zou zijn. Oh, lava. Oh, neem leven. Oh, ik vraag me toch echt een moment heel even af waar ik sta in de race. Volgens mij nergens. Staat nog voor mij zelfs. Nee, joh. Ja, joh. Iedereen op. Oh, wow. Ja, ik werd net geraakt, maar precies voor zo'n jump door een ding, waardoor ik in de lava viel. Ja, een blikje in de lava. Oh my god. Precies hetzelfde. Oh, ik word echt zwanger van deze game. Dit is gewoon... Wat een kut level. Welkom bij de club. Ik mag basically blij zijn... Dat ik geen aids heb. Dat ook. Maar als we klaar zijn met dit level, want ik vind het echt een verschrikkelijk level. Ik ben lekker een grote meid. Ja, nee, tuurlijk. Doei. Ster in de dag. Ja, geweldig. Kijk, hey, ik zie een Koopa Troopa. Hey, oh, die banaan van jou, Rick. Bijna heerlijk. Die was zo vies. Doei, hè? Nee. Oh, niet weer nog. Die was van Bardootje. Nee, kijk. Die gaat Rickert. Oh, nee. Op het randje. Meteen wel zesde. Van tweede naar zesde in één keer. Nou, van eerste. Je stond eerste. Van eerste. Fucking Bardo met je kutschild. Ik pak jou, jongen. Ik pak jou in gaten waar je vandaag nog niet eerder gepakt bent. Ik voel me net een dolfijn met zo'n gat op mijn rug. Dat ik denk, precies. Wow. Dat zijn wel de gaten waar ik op oog momenteel. Ja, zo'n dolfijnengat. God, wat? Waarom bestaat dit? Waar ben ik? Ja, wat? Oh, dat is een banaan. Oh, mijn leven. Als er een god is, stuur een blauw schild naar Bardo. Alsjeblieft. Ja, zorg ik wel voor. Die jongen mag niet 4 keer achter elkaar eerste worden. Dat gaan we fixen hier op Banjo Town. Gaat het gebeuren?
Nee! Nee, ik heb mijn schild! Nee! Gooi die man in de lava. Dank je God, dank je God. God zij geprezen. Ja. Ik ben misschien atheïst, maar... Nu niet meer. Nee. Oh, dit is... Kom op. Ik heb nu de kracht gezien van een... Koopa, troopa, how you gonna die? Ja, maar wel eerst hoor. Is hij al eerste? Is hij al binnen? We zijn er bijna. Hoppa! Daar gaan we! Laatste stukje, dames en heren, en... Boeia! Shit! Bardo, 3 keer op rij eerste. Wat? Ik werd Oh, fuck. Nou, je tweede. Ja, je bent 3 keer op rij tweede, Rick. Het is 3 keer op rij net niet. Het is het echt... Je ziet nu de Bardo Mario Kart legende. Achterlijk. Ik merk het. Nu snap je waarom ik vroeger mijn eigen Nintendo clan had. Staat er ook, toch? Bardo... Nee, staat er niet. Ik ben gewoon Koopa Troopa nerd. Ik ben Koopa Troopa nerd. Ik word ook gewoon echt weer op het einde geraakt. Gewoon echt weer net op het einde. Dit is het moment. Gaat Bardo weer eerste worden? Of wordt hij gewoon een meer is in het leven dan winnen? Ja, daar ik zijn 9 punten voor, dus ik ben al eerste. Ik snap niet waarom het eigenlijk net... Oh, dit is echt een kutbaan. Ik snap niet waarom het er net wel beter ging voor mij. Terwijl we eigenlijk gewoon op dezelfde 150cc zitten, dus eigenlijk zou ik gewoon op 3/3 moeten staan. Trouwens, even een kleine opmerking. We doen Mario Kart, maar alle tracks tot nu toe zijn van de Gamecube of de DS. Ja, oké. Okay. What the fuck? Ja, die heb ik ook gemerkt, ja. Was deze oorspronkelijk van de DS dan? Deze is van de DS, ja, Yoshi Falls. Kut, ik maak een hele slechte start. We zijn aan het verliezen, hoor. En dat vind ik heel fijn, hoor. Weet je wat mij echt meer om gaat? Ik wil gewoon eerste worden, dat is het belangrijkste. Dit is de finale race, dus... Pop een wheelie. Get swag, word eerste, get respect. Dit is de rap van mijn leven. Ik heb telkens geen item! Oh, ik ook niet. Nee, dat item wordt van mijn neus gebukt. Ja, dat, omdat er 100.000 man voor me rijden en iemand me zojuist inhaalt. Wow! Het is een dood echt tweede te lopen. Koopa, troopa, je dikke moeder. Ah, god, Mario! Shit, split level zit er al bijna op, hè. Het is een heel kort level, dit. Ja, weet ik. Ja, dus ik ga het niet fixen, Fredrik. Is dit al de final lap? Het is de final lap, voor mij. Nee. Koopa, troopa, ik ga het halen, kom op. Maar item. Ik heb ook alleen maar bananen deze hele kutronde. Wat? Huh? Wat gebeurt er? Op, koopa, troopa, nee! Bam! Ah, oh, fuck. Loser! Nou ja, tweede. Ik teken ervoor. Rickbox. Jordi is uit. Ik had een ritje op je afgegooid, maar er lag een banaan of zo. En... Oh, ja. Ja. Maar ja, kijk dan. Rickert en Bardo. Ongelooflijk. Volgens mij hebben we nu wel een beetje bewezen van afgelopen woensdag wat jij deed met Thomas. Ik maak je alsnog in op de Wii U. Nee. Nou, weet je, dan kom je lekker een keer terug daarvoor. Ja, ik maak je gewoon keihard in. Echt, ik vond het wel. Ik vond het een hele epische ronde deze Mario Kart. Maar ik vond het ook gewoon leuk. Ik wil nog geen eerlijk zijn, desondanks 5 mee geworden. Ik vond het gewoon leuk. Het was een hele toffe ronde. Vond jij dat nou ook? Geef ervan een duimpje omhoog hier beneden. Abonneer hier beneden. En dan zien we jullie volgende week zondag weer terug met de nieuwe Zondagsgamers. Heyo! Later!